Ja, we staan hier voor de derde keer, 3 jaar op rij in Eurne, voor de organisatie van de wielerwedstrijd voor dames elite. De organisatie is in handen van de Sint-Pietersvrienden. De Sint-Pietersvrienden die zijn een beetje beter gekend in het cyclocrosswereldje, omdat we jaren geleden de cyclocross op de Koppenberg altijd ingericht hebben. En vandaar, 3 jaar geleden zijn wij dan overgestapt naar een wedstrijd voor dames elite. En het parcours, ja, de wedstrijd gaat over 14 ronden van 6 kilometer, dat is 84 kilometer. Door langs smalle weggetjes door de Eurense kouters. Het zal waarschijnlijk nog tamelijk selectief zijn, gezien dat er tamelijk veel wind is. En de wind in de kouters vrij spel heeft. Daardoor verwachten we toch een spannende wedstrijd en hopelijk dat het veilig mag verlopen. Kwestie van aantal deelnemers weten we nog niet juist hoeveel. De inschrijvingen zijn nog bezig, maar ik denk dat we nu rond het 60 waren. We zullen zien wat dat het geeft. Hè. Dus hopelijk een spannende wedstrijd en een veilige wedstrijd. Voilà, uw applaus voor de start van deze wedstrijd hier in Heurne met 56. Ladies on the roads voor deze 9e marge van de ladies. Ja. Het wordt een spurtje straks van een groepje van de gemeenschap.
vensters, denk ik. Dan gaan we nog een keer een poging moeten doen om daar verandering in te maken. Goed, wat is de eerste wedstrijd op de planning na de examens? Maar ik hoorde iets van eventueel toch nog tijdrijden te doen tijdens het examen. Ja, ik doe de twee Belgische kampioenschappen. Normaal zie je wel mee, die vallen altijd tijdens de examens. Dus dat zijn de eerste twee wedstrijden. En dan daarna is de planning nog niet zo goed bekend. Succes, hè. Dank je. Zowel in de koers als examens. Dames en heren, nog eens applaus voor Elena de Boek! U23, de prachtoverwinning van nummer 23.